Ik kan nog de drie tellen in de getal. Nou, dat valt ook weer mee, hè? Dat valt wel mee. Ja. Ja, nee, ik krijg, dat zie je weer toch niet helemaal, want ik neem zo'n melletje erin. Ja. Ik neem een melletje erin. Ja. Ik heb een mooi woord gezien van deze... Zeg, de hoort ruikt ze rein. Van deze parche. Iets voor jou. Ja. Het is altijd, sinds vele, vele jaren, maar hier in Nederland is het een beetje... Krijg mij niet? Verwaterd. Hij heeft al. Ik heb... is op de vrijdag voor Parshat Chukot, altijd een tanis geweest. En die tanis was omdat veel jaren in de 13e eeuw heeft men in Parijs wagons vol met Joodse boeken verbrand. Men heeft als herinnering eraan, heeft men de tanit vastgesteld. En dat heeft men gedaan op de vrijdag voor Parshat Chukot. En de vraag die zich voordoet, zou je zeggen, is waarom niet op een datum? Als dat was, ik zeg maar iets, 4 Tammuz, waarom heeft men dan niet gezegd, die tanis is op 4 Tammuz? Het antwoord dat ik gezien is een interessant antwoord. In deze parsha van Chukot komt voor de wet van de rode koe, die niemand begrijpt. Ja. Zelfs zegt de Gemara, zegt Shlomo HaMelech, het voorbeeld van de... kon dat niet verklaren. Moshe Rabbeinu kon het niet verklaren. En wat betekent dat? Dat betekent, er zijn dingen die Hashem ons heeft voorgeschreven, die wij niet verklaren. En evenzeer zijn er helaas gebeurtenissen in de Joodse geschiedenis, en die zijn heel veel geweest, tot en met de Holocaust, die wij niet kunnen verklaren. En om die link tussen de parsha waarin iets staat wat we niet kunnen verklaren, en iets negatiefs geschiedkundigs wat we niet kunnen verklaren, bij elkaar te houden, heeft men die tanit altijd gehouden op die vrijdag, als een soort idee van, er zijn vele dingen in de wereld, zowel op religieus als geschiedkundig, die we niet kunnen verklaren. Ik vind het een hele, hele, hele reële verklaring. Ja. Welke taal is dat op vrijdag? Vrijdag voor vrijdag. Ja, maar goed, dat is niet meer. Dus dat is waar en nou. Vrijdag is natuurlijk... Is dat niet iets voor Max van Praag? Vrijdag is zo gek op het. Max lacht. Max heeft zijn microfoon niet aan. Oh. Ja, hij heeft niet zijn microfoon aan. Ja, de microfoon is aan. Wat moet ik zeggen? Ik vertel net, ik heb een interessant woord gezien. Dat je weet het waarschijnlijk, jij weet het wel, dat men heeft vroeger ingesteld naar aanleiding van het feit dat dat was al in de 13e, 14e eeuw, heeft men in Parijs wagons vol met Joodse boeken gebrand. En als herinnering daaraan heeft men een tanit ingesteld op de vrijdag voor Parshat Chukot. En de vraag die zich voordoet, dat is hier nooit zo gehouden, maar het is wel zo. Nu heel veel tegenwoordig mensen dat nog doen, maar je vindt nog in de kleine Sidurim Sligot voor Parsha. En de vraag is, waarom heeft men niet de tanit gedaan op de datum? Laten we zeggen, het was op, ik noem maar iets, 3 of 4 Tammuz, had men het kunnen doen, die tanis, op de tanis, op de datum. Waarom altijd op de vrijdag voor Parshat Chukot? En het antwoord dat ik gezien heb, het is een interessant antwoord trouwens, vind ik tenminste. Parshat Chukot heeft een van de wetten, de Para Aduma, die wij niet begrijpen. Niemand kan er zijn allerlei pogingen gedaan, maar een verklaring voor de merkwaardige dien van de Para Aduma is er niet. En zo zijn er helaas in de geschiedenis van ons volk vele nare gebeurtenissen die we ook niet kunnen verklaren. We weten, wij in onze tijd weten van de Holocaust. Sommige mensen willen daar een verklaring geven. Dat is helaas, je kunt het niet verklaren. Ja. Om bij elkaar te houden, steeds dicht bij elkaar te houden,
dat wat in de Torah staat, een gok, wat ons ook al eigenlijk doet leren, dat er zijn dingen die Akos Borgu ons heeft geboden, die we niet kunnen verklaren, heeft men daarbij altijd in de buurt, dus de vrijdag van tevoren, willen houden en daar niet voor ook zo'n gebeurtenis, waar we eigenlijk ook, zoals zoveel nare vervolgingen, maar dat is dan één voorbeeld, die we ook niet kunnen verklaren. Tempi mutambi et nos mutamus in illis. Maar waar ik dat wil, over de vroegste, de Tsarische vrijdag, Sarah de Boutier, de Tsarische ja. Dat is de enige keer dat je dan pas met ja. Nacht terug gaat eten. Ja, maar dit, dit is een hele hier in Europa niet zo lastig. Dat valt in de winter. Maar goed, dat is in de zomer. Goed, dat in de zomer. Dan hadden ze misschien de tijd nog niet die gekke zomertijd. Nee, maar, dat was toch om... Ik vind dit een reële verklaring. Ja, met Tanis Esther was dat donderdag verscholen. Oké, okay, goed. De, op vrijdag ja. Zou moeten vallen. Ja, maar met datum. Ja. En nu verwacht je dat ik ook iets zeg? Als je dat wil, wel. Kijk, Frank is er niet. Is die, dat is lekker rustig. Nee, ik dacht, ik zei het hier. Ik zei, dat is... ik vind het een hele verklaring. Dat is ook iets voor Max van Praat. Ik vind het veilig goed. Nou, misschien zeg jij van, ik vind het een flauwekulverklaring. Nee. Ik wil niet te veel tijd van jouw CU afnemen. En ik hoop dat de anderen dan ook even willen luisteren. Het is... ik kijk daar heel anders tegenaan. En dat weten jullie waarschijnlijk ook wel. We hebben vanochtend nog in de Daf Yomi gehoord dat als de tzaddikim zich niet goed gedragen, en dan moet je niet gaan vragen van wat is dan een tzaddik, maar in het algemeen, als de tzaddikim zich niet goed gedragen, dan gaat het met de Joden minder goed. Als je dat als algemene lijn zou hanteren, dan zou je dus kunnen zeggen, oké, al die keren in de Joodse geschiedenis dat het met de Joden niet goed ging, of het nou minder of erger was, doet er niet toe, moet er dus in de Joodse gemeenschap een groep geweest zijn, want er wordt wel gesproken over een meervoud, het gaat niet om één persoon, er moet een groep geweest zijn die zich buiten de traditionele regels gedragen heeft. Laat ik het maar heel voorzichtig zeggen. Als dat zo is, dan kun je bijna alles uit de Joodse geschiedenis verklaren. Max, hoe is het nu? Hoe gedraagt u zich nu? Ik wil even uitpraten, als ik mag, daarnaast had ik niks meer zeggen. Zoals het nu is, wordt er gevraagd, oké, Joop, dat kan je zien aan de situatie op deze planeet. God is niet alleen boos op de Joden, omdat de Joden het minstens zo slecht doen als de anderen, maar God is ook boos op alle anderen, en daarom komen er steeds meer merkwaardige situaties voor. Kijk maar naar Italië, waar de paus het dus weigert om te laten bidden voor regen, waar alle gagonen het al lang gedaan zouden hebben. Je ziet dus precies wat er gebeurt. Italië valt rond. Ik wil, mag ik even op reageren? Ik heb toevallig deze dagen met iemand een hele discussie, heel debat gehad. Dat raakt op wat jij zegt. Wij hebben de opvatting en überhaupt ons om, ja, die is dat alles wat ons gebeurt, en met name de negatieve dingen, die projecteren wij. Wij zijn de oorzaak. Het is vandaag maandag. Als je kijkt naar de boerachum die op maandag en donderdag gezegd wordt, dan is het een één en al eigenlijk beschuldiging van onszelf. Ik heb wel eens genoemd hier, iemand wiens naam ik nu niet zal noemen, maar degene die ik het verteld heb, die weten dat. Op Yom Kippur Koten, Yom Kippur Katan, dus altijd de dag voor Rosh Chodesh, worden de sliegers gezegd. En één, dat komt voor de vidoi van Rabbeinu Yona. Dat is een hele, als ik het zo mag zeggen, nare vidoi, want daarin wordt eigenlijk alleen maar gezegd hoe slecht wij zijn. En er stond een meneer achter mij die heel goed wist wat er in de vidoi staat, en die zei dat niet mee. En toen zei ik tegen hem, meneer, zegt u die vidoi niet? Toen zegt hij, zo slecht ben ik niet. En wat ik wil zeggen is... Het merkwaardige is dat er is een tijd geweest... überhaupt in de psychologie... dat je werd bestraft... en je werd
laten we zeggen, ook een beetje beledigd voor de klas als je iets verkeerd deed. Want dat was toen de opvatting van de educatie. Hè? Als je moest voor de hele klas door het stof. En tegenwoordig is het echt precies omgekeerd. Tegenwoordig is het zo dat wat een kind verkeerd doet, of wat mensen ook, mensen die dus iets verkeerd doen omdat ze niet gestoord zijn, wat dan ook, dan moet je juist positief moet je dat opvangen, want dat is beter, zegt men tegenwoordig, dan ze te bestraffen. En dat ik ga er nu verder niet diep op in, maar dat raakt eigenlijk wat Max net zei. Max zei, en dat is inderdaad de opvatting van wat ons ook gebeurt. Hè. De Gemara zegt, als je gast van Shalom iets naars gebeurt, moet je kijken of je iets gedaan hebt wat niet goed is. Als je dat niet kunt vinden, dan moet je zeggen, misschien heb ik moet je de mezuzes nakijken. Je hebt weinig geleerd. En als je dat niet kunt vinden, dan zegt de Gemara, Yisurin Shen Ava. Dat zijn, hoe geef je dat als een soort proef? Kastijding uit liefde. Een proef. Maar dat is, ik bedoel, ergens is er natuurlijk, kijk, we weten het allemaal niet. Niemand, hè? We weten het niet. En het is een poging om een verklaring te geven. En de vraag is, ja, hoe beoordeelt Hashem de wereld en ons? Het is nooit zo geweest dat het hele volk, zelfs niet de dag na de Matan Torah, laat staan toen ze Eretz Israël binnen waren getrokken. Er is nooit een dag geweest dat het hele volk, zelfs wanneer ze de dag tevoren geweldig grote dingen hadden meegemaakt en reddingen hadden meegemaakt, dat ze daarom de, wat wij dan noemen de goede weg of de Torahweg, dat ze die gevolgd hebben. Dat is nooit zo geweest. Dus het is en blijft, dat daarom heet het misschien ook geloof en niet wetenschap, als je het zo mag zeggen, het blijft altijd een gok, ja. Maar zo wat die meneer dan zei, ik zeg dat niet, maar dan zijn er nog veel meer voorbeelden. Zeg maar, als je al die geitjes leest, nou, ik heb 3/4 niet van gedaan. Nee. Ja. Nee, maar dit is voor de hele gemeenschap. Ja, maar dit is ook voor de hele gemeenschap. Ja, nee, maar als je zegt, als je jezelf voortdurend de grond inboort, je eigen, eigenlijk je eigen, hoe noem je dat? Ik weet dat. Personality. Omlaag duwt, dan doe je jezelf daar, zegt men tegenwoordig, geen goed mee. Ja. Het is een heel moeilijk probleem. Dat het voor de gemeenschap is, maar toch. Het is een moeilijk probleem. We weten, tijden veranderen en wij veranderen met de tijden. Wow. Tempi mutandi et nos mutandis. We gaan over tot de Gemara. Hey, wacht even. Het is een mooie uitspraak van Nico. Goedemorgen Nico, fijn dat je er bent. Maar ik wil er toch tegen inbrengen dat als je kijkt, ik heb er overgegeven rondom de Togaga, dat Kodesh Baruch Hu duidelijk zegt, ik wil jullie overigens niet, ik kijk van jullie weg, het is niet meer wat er met jullie gebeurt. Dat zijn hele belangrijke uitspraken, die staan ook gewoon in ons eigen Toraatje waar we naar moeten leven. En als je daar niet naar wil luisteren, als je dat zo zacht en zo snel wil laaien, dat het eigenlijk voorbij is voordat je goed begrijpt dat het er staat, ja, dan ga je vanzelf de fout in. Oké, dat klopt. Ja, maar die discussie die ik met die meneer had, dat ging ook onder andere het feit dat we tegenwoordig zeggen van, is straffen bij verkeerd doen, is dat de oplossing? He, wij kennen geen gevangenisstraf, want iemand in de gevangenis zetten doet iemand niet verbeteren. Ja? Natuurlijk, de basis is toch zo dat wanneer je iets verkeerd gedaan hebt, en dat is de Torah, Dvar Hashem, daar kun je niet tegenin gaan, dat is natuurlijk, dat is wel de basis. Maar dan vraag je alleen af, en daar ging dus die discussie een beetje over, is wat wij tegenwoordig zeggen, is dat dan wel juist, of is tegenwoordig onjuist? Je bedoelt de weerdoeing, hè? Nee, de manier waarop tegenwoordig... Als je kijkt, door Jozendom in Nederland, die waren een boete, een verbanning of de doodstraf. Ja. Maar de gevangenisstraf, dat was in afwachting van het proces alleen.
Is dat zo? Daar praat ik over 4 eeuwen geleden. Tegenwoordig is gevangenis bescherming. Nee, maar dan is het afvalproces. En nou, ook geëxecuteerd of verbannen. Tegenwoordig is gevangenisstraf. Bescherming, ja. Het is en blijft een moeilijk probleem. En dacht ik wel de doodstraf. Maar ja, Max heeft natuurlijk wel gelijk. Al de Togaga en een aantal dingen die staan in de Toga bij niet houden van bepaalde mitsers. Ja, die... maar het interessante is dat het, Max, het gaat dus bijna altijd, om niet te zeggen altijd... Bijna altijd om de mitzvot of om de geboden ten opzichte van Hashem. Kijk, iemand die een dief, hè, wordt in de Joodse rek veel minder zwaar bestraft dan in het algemene, is het niet zo? Een dief moet betalen en misschien nog een boete erbij betalen en teruggeven. Maar betaal meer dan ook. Ja, dat is misschien. Vraag moet je niet stellen natuurlijk. Oké, het is iets voor een andere keer. Discussie. Dat komt nog wel een keer. Oké, we gaan het maar aan. Max, mooi onderwerp voor jou. Ja, dat vermoedde ik al. Nou, je zal ervan lusten, jongen. Goed, ik zal even kijken naar de vakantie. Ja, nee. Dan zal ik jou weer eens in... Dan komen we goed beslagen ten ijs goed in programmeren. Van wanneer doe je iets fout en zo. Je hebt je wel. Als jij een pen hebt en je bent hier niet en ik pak je pen even om van te schrijven, is dat al zo ongevraagd, een vorm van kneven. Ja, ja, absoluut. Op het absoluut. Moment ja. Met de video. Je vraagt meestal, mag ik even je pen even? Nee, maar als je even dit, nou, je bent even. Je bent even weg, al hij ligt er toch. Dan ga je even een bepaalde. Dan ga je ervan uit. Ik ga je terugkomen tot de Gemara. En ik heb nog één opmerking hiervoor. Wij zien bij de Gemara en vandaag ook weer, dat is is echt heel interessant om te zien hoe de Gemara denkt, hoe de Gemara tot bepaalde conclusies komt, et cetera. Maar het is voor ons en misschien een heleboel personen die ook luisteren hier en met de Zoom, betrekkelijk theoretisch. En ik vroeg mij af, maar dat leg ik jullie even voor, of het misschien zinvol is in de toekomst, aan de laatste 7 minuten van de shiur te wijten aan iets gewoon praktisch. Ik moest van de week de omstandigheden denken aan Shiurim van, misschien hebben jullie gedeeltelijk hem nog gekend, van meneer Mundstuk. Ja, meneer Mundstuk. Meneer Mundstuk, die heeft op een bepaald moment, aan het einde van ieder Shiur, heeft hij keseder, dus gewoon volgens de volgorde, een paar dinim geleerd van Shmirat Shabbat. En mijn vraag is dus, is het interessant voor de aanwezigen om niet iedere week, misschien maar iedere tweede of derde week, aan het einde van de shiur ook iets dergelijks te doen? Het zij Shmirat Shabbat, maar dat gaat alleen over de Shabbatwetten. Of de Shulchan Aruch in het algemeen, die gaat dus van één onderwerp naar het andere onderwerp. Ja. Dan krijg je ook nog iets praktisch mee, hè? Ik wil wel even zeggen, het is dan wel een ander publiek, die mogen ook luisteren. Maar op donderdagavond spreekt Rav Stiefel, op Zoom bij mij, over heel God Shabbat. Nou goed, ik bedoel, het is niet speciaal. Nee, maar dit is prima. Nee, ik vind het prima om die laatste minuten... Maar laten we weer beginnen, anders is de tijd voorbij. Alles staat voorbij. De tijd voorbij. En het gaat hier dus om, heel even... Chizkia zei, overal waar staat, lo je achel, achila is hana'a, en lo yogal is alleen achila. En Rabbi Abahu, die komt voor de halacha op dezelfde lijn, alleen hij zegt, lo togal, waar staat lo togal, en zeker als er staat lo je achel, alles is isu achila en isu hana'a. En dat betekent dat wanneer je halachisch op hetzelfde niveau uit moet komen, dan moet Rabbi Abahu zeggen, op iedere moment dat er staat, lo togal, terwijl we weten, de halacha zegt, het is
het is moeten we aan de A, toegestaan voor de A, moet hij zich verdedigen. Want hij zegt, overal waar staat Lotogal, Lojegal, alles is zo aan de A. Dan komt de Gemara natuurlijk met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, daar staat Lotogal en meneer Abahu. Het is toch Mutabana A, hoe kun jij je verdedigen? En dat doet de Gemara interessant, het is gewoon een denkkwestie. Moet je zien, dat waren echt pogingen die echt, ja, dat is juridisch denken, zeg je dan maar, om te komen tot die conclusie. En er zijn een paar die we nog niet gedaan hebben, en die wil ik dus doen. En dan moeten we beginnen bij, en dan geef ik u. Moet ik, ja? Ja, zoomen? Als u dan zoomen wil. Share screen, één moment. X1. Wacht even, X1. Eén moment. Ik ga, ja, deel maar, ik ga even share screen. Dan geef ik X1 even uit. Sorry, ik heb het net gemist omdat er een inkomend telefoontje kwam. Nee, maar het komt eraan. Dan. Alsjeblieft. Dit krijg je. Ja, en waar, ja? In de, is dat? Waar in de Gemara is dat? Dat is de Gemara op DAF. Gafbeis. 22. 22. Alles. Perkje. Ja. In die gewone dunne... 22b. Moet je het uitdelen? Is dat de bedoeling? 22b. Ik geef even de X1 uit. Ik vind het schandelijk. Ja. Dat is een echte manier van denken die soms voor ons heel moeilijk is. X1. Heeft iedereen X1? Ja? Ja, hebben jullie dat? Want, oh, oké. Okay. Oké, okay, X1. En dat is dus dat kafbeet. Ja. 22b. En dat is dan op... Nog een X1. Heb je nog eentje? Ja, hier. X1. Nee, X1. Ja. Wacht even. Hij is weg. Nee, hij komt wel terug. Hij komt wel terug. Dat is dat ik kan het even opstoten. Er is regel 1, 2, 3, 4, 6 van boven. 22b. X. 6 regels van boven. Zo, het is weer terug. Ja? Alsjeblieft. Ja, mis. Even minagai. Even minagai, dat wil zeggen, het is verboden voor ons en ook de Sheva, de mitzvot van beneden Noach. Ook voor de niet-joden is eigenlijk volgens onze richtlijn verboden om te eten een ledemaat van een levend dier. Maar het is wel zo dat je van dat zoiets hama'a mag hebben. Als iemand het, het is hetzelfde probleem zou je kunnen zeggen, van geënte vruchten. Je mag eigenlijk niet enten, nee. Maar geënte vruchten mag je gebruiken. En nu vraagt de Gemara, we hebben even met een gai. Er staat toch bij even met een gai, bij een lidmaat van een levend dier, lo tochal haneves im habasar. Als een jood het geënt heeft, mag het niet gebruiken. Allee, je mag het gebruiken. Altijd, ja. Lo tochal haneves im habasar. Je mag niet eten haneves. We zullen zo zien hoe de Gemara nefesh vertaalt. Nefesh is dus de ziel letterlijk, het leven. Ima basar, met het vlees. De Tanya, we hebben geleerd bij de dien van Eber min Achai. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan zegt, minayin shelo yoshit adam kosyayin le nazir Eber min Achai le Noach. Waarvan weet ik dat je niet mag geven een beker wijn aan een nazir, of even met een gai, aan een niet-jood, Talmud Lomar, want er staat, de wet is, en nu komt een merkwaardige reden, zou je kunnen zeggen, er staat, lefne iver lo teten michsol. Je mag niet geven een iemand waarvan je weet, hij mag dit niet gebruiken, die mag je niet iets in de hand geven, waarmee je hem eigenlijk verleidt om dat te doen. Dat is een algemene regel
die bij heel veel dingen van toepassing zijn. Je mag niet op, je mag iemand waarvan je weet, dat mag dit niet doen, moet je niet net iets geven of iets laten doen of verleiden dat hij dat juist wel doet. Iemand mag niet roken. Je mag niet roken. En als je dat als halakha aanneemt, dan moet je iemand niet een sigaret aanbieden. Ja, maar een nazir wijn geven. Ja, hij mag geen wijn drinken. Hij mag geen wijn drinken. Nee. Dat vind ik iets. En nou zeg maar, daar val ik over. Want wij weten, en dat hebben we een paar weken geleden, ga ik niet nog in die moment, hebben we gezien, kijk maar, haliklavim shari. Je mag, er staat, la kelefta shlichunoto, en Rabbi Abahu heeft die wet van la kelefta shlichunata genomen als standaardvoorbeeld, dat je een heleboel dingen van Hana wel mag hebben. En als de Mishnah zegt, Rabbi Natan zegt, ik mag dus niet even met een gai geven aan een niet-Jood, want er staat lifne ebelit in de michzol, dan zegt de camera, dus, met andere woorden, dan is het dus zo, dat het verbod van het geven van een even met een gai aan een niet-Jood, is alleen maar vanwege lifne ebel. Maar het algemene hana'a van even met een gai mag ik dus wel hebben. Hier in dit speciale geval, waar ik weet dat de niet-Jood, hè, of wie dan ook, mag die eeuwige niet gebruiken, die moet ik het niet geven. Maar algemene hana'a, als ik dat, ja, kan zoveel niet iets meer, als je dat eeuwige kunt gebruiken voor iets, het is eenmaal, iemand heeft het afgenomen van het dier, en je kunt het voor iets gebruiken, dan mag ik het dus gebruiken. Zie ik dus uit deze beperkte, het beperkte verbod, op grond waarvan ik het niet mag geven aan een niet-Jood, zie ik dat je in het algemeen van evenwinnagai wel hana mag hebben. He, je mag dus van het evenwinnagai, ik noem maar iets, leer maken om een portemonnee te maken. Ja? Dus dan, meneer Abahu, wat is je antwoord? Zegt de Gemara, ja, shani evenwinnagai. Ja, maar evenwinnagai mag je niet hier bijhalen als voorbeeld. Waarom? De itkas ledam. Want even met een gai wordt vergeleken met bloed. Dichtief, want er staat, moet je de psoek even goed in het hoofd houden. Rak gazak leveltia achol adam. Wees, je moet je sterk houden in het algemeen, sterk zijn en van een dier niet eten bloed. Ki adamu anefes, dan heb je de vergelijking. Het bloed is de nefes. En dat mag je nu niet doen. Oké, okay? Kijken we op onze papier, heb ik hier staan. Even met een gai, heb ik staan. Loto gal han nefes ima basar. Ja? Want er staat, lifne ever mag je, alleen lifne ever, daarom mag je het niet geven aan een niet-Jood. Maar in het algemeen mag je het wel hebben. Ja? Ja. Kunt, ja. Dat wil zeggen, heb ik opgeschreven, dat wil zeggen, iedere andere hana'a mag, kijk op het papiertje, aan iedere, dat wil zeggen, iedere andere hana'a mag dus wel, zoals la kelef tashlichun oto. Ja? Zegt Rabbi Abahu, vraagteken op Rabbi Abahu, kijk op het papiertje, wat ook op de Zoom staat, is het antwoord, ja. Ik moeder, Evraim Ragai is moeder, want Evraim Ragai is op één lijn gesteld met dam. Dam is bloed. En er staat rak gazak wil tia van dam, maar bloed mag je dus wel gebruiken. Lotogal ha nefes nalassar. Je mag dus niet, ja. Oké, okay. Nu is de vraag. Ja, ja. Pardon? Ja, jammer, ik. Durf het toch te zeggen. Ik denk dat het een beeldspraak is. Ik denk dat je dus niet moet zeggen dat bloed het leven is, zoals daar staat, maar dat bloed een neshomme is, de neshomme in zich heeft, omdat een neshomme verder nergens in het lichaam... Wacht even. Gapnis. Wacht even. De Giskia zegt, lemai hilgeta, het was even een geide dam. Dat is leuk, meneer Abahu, dat u dat zegt, maar ik leer dat helemaal niet. Ik zeg, er staat
Lotogal Hanebesima Basar. En we zeggen dus Nevesima Basar, Max, ik kom er zo even op terug. Maar Nevesima Basar, dat is dus, ik vergelijk het met bloed. En die vergelijking, die heb ik helemaal niet nodig. Want ik zeg, het feit alleen al dat er staat Lotogal, je mag niet eten. En dan darsen ik dat even weer naar Gai. Dat is Lotogal, is het Moetabana A. Ik heb jouw leuke vergelijking, heb ik niet nodig. Ja? En dan, Amalach, dan antwoordt Rabbi Abau, ja, ja, maar nu, ik maak een verschil. Ik weet niet of dit al het antwoord is op, voor Max. Dat is een verschil. Er is, Itkas Leben Nagai, maar Eben Menagai Asur, Afdam Menagai Asur. Ik maak een verschil tussen Dam Menagai, dat wil zeggen het bloed waar het leven in zit. Dus dat is het bloed wat je maakt, de Gemara brengt op een andere plaats. Als je een dier slacht, het bloed wat eruit spuit, dan is het Dam HaNefesh, Dam HaGai. Ja? Dat, en Chizkia moet zich toch weer, laten we zeggen, rechtvaardigen ten opzichte van die hekkers. Die heeft hij niet nodig om te zeggen, ik mag een Hana'a hebben van Eben en Agai. Want dat leert hij al stam omdat er staat, Lotogal en Eben en Agai. Maar als er dan toch een hekkers wordt gemaakt tussen bloed en Eben en Agai, dan is de hekkers alleen bedoeld voor het wat ik dus... dan een verschil maakt tussen het dam Agai, bloed van waar leven in zit. Dat mag ik inderdaad niet gebruiken, maar het andere mag ik wel gebruiken. En zo kan, door dit verschil te maken, kan Chizkia zich rechtvaardigen. Want dan zegt hij dus, ik heb niet nodig de hekkers, ik zeg sowieso, het is Moetabana. Maar er is wel één ding wat Asurbana is, en dat is de dam HaNefesh. Dat is de dam waar het leven in zit. Dat is dus gewone. En alleen Rabbi Abau, die maakt dat verschil niet echt. En die zegt nee, het hele, het vergelijkt alles met elkaar. En daarom, de Dam HaNefesh is niet interessant. Dam is gewoon bloed. Bloed is toegestaan voor Hana'a. Algemene regel is, ik vergelijk het bloed van met Eben Agai. Dus daarvan leer ik dat Eben Agai moet er maar naar is. En ik maak dat hele verschil, maak ik niet. En ook wanneer ik het wel maak, dan nog zeg ik, normaal bloed is toegestaan bij Hana'a. En alleen maar het Dam HaGai, daar kan ik dan, als ik wil, meegaan mee met de verklaring van de Rabbi van Chizkia. Alleen dat is dus verboden. En zo zijn ze beide weer op één lijn met betrekking tot de Hana'a van Eben Ben Agai. Chizkia zegt dus, sowieso moet er bij Hana'a. En Rabbi Abau zegt, dat Lotogal, dat heeft hier een aparte betekenis. En dan moet je een verschil maken tussen één bloed en ander bloed. Ik vergelijk het bloed met elkaar. En, daar, en vanwege de vergelijking met bloed is dus Eben Agai toegestaan. Ja? We spreken over gestold bloed. We spreken in principe niet over gestold bloed. Maar dat is wel zo, ja. Dat doet mee, ja. Het bloed dat stort, ja, het bloed, maar het bloed wat afkomstig is van het Dam HaGai. Ja, is Max daarmee jouw vraag beantwoord? Nou, daar moet ik langer over nadenken, maar ik vroeg me af, deze heren die van mening verschillen in de Gemoren, die hadden op dat moment natuurlijk alleen maar gehoord, misschien van aderlaten, maar als dat niet eens zo is, zeker niet van bloedtransfusie. En ik vraag me dus af, als je het bloed dus zo definieert, of je überhaupt wel bloed mag gebruiken van anders laten we zeggen, niet-Joodse personen. Ja, goed. Kijk, je hebt er een heleboel aan de avond als het klikt, als het niet klikt, niet. Het is een poging van Rabbi Abau om zich te verdedigen. Ja, dat begrijp ik. Bloed Max daarmee met Pikuach Nefesh? Nee. In het algemeen. Dat kan je bloedtransfusie moet algemeen. Hebben. Nou, bloedtransfusie is meestal Pikuach Nefesh. Ja, voor je plezier. De bedoeling, je hebt het verder gelezen, de bedoeling van Dam Hakaza, daarmee bedoelt de Gemara, je kan niet anders dan, kijk, wij zeggen het algemeen Hakaza, dat is aderlatingsbloed. Maar ik denk dat ik maar hier echt wel bedoelt. Bloed van, dus waar
waar de nefes in zit. Dus het eerste bloed dat eruit spuit. En het is natuurlijk sowieso een, als ik dat zo mag zeggen, een moeizame verschil wat je maakt. En het verschil is eigenlijk alleen maar om de vraag te beantwoorden. Maar ja, dat is dus de je zou kunnen zeggen, toch de grootheid van de Gemara. Om te vinden, al is er maar een klein. Dit is echt een juridisch verschil. Als je voor de rechtbank staat en de advocaat moet het toestaan of verbieden, dan zijn dit de kleinigheden die je zoekt om het verschil aan te geven en zeggen, kijk, ik kan een verschil maken, dus kan ik ook zo paskenen. Ja, ik, Rabbi Abahu, zeg, ja, het is vergeleken met bloed, zo stam, en jij, Chizkia, wat doe jij dan met die vergelijking met bloed? Ja, zegt Chizkia, dat zal ik je vertellen, maar het verschil tussen dam van Hakazadam van het levens elixer en het levensbloed en het andere bloed. Zo kan ik jou nog beantwoorden. Maar nodig heb ik in principe die hele hekkes verder niet. Niet om Yerwin Achai toe te staan, want dat sta ik alvast toe vanwege Loje Argeel. Max, duidelijk of niet? Ja, ik wil toch, mag ik het voorlezen, de vertaling die Sefaria geeft van dit stukje? Het is niet zo lang. Net zoals een ledemaat van een levend dier verboden is, zo is ook bloed van een levend wezen verboden. En over welk bloed gaat dit? Deze verwijst naar bloed dat vergoten wordt tijdens het aderlaten. En dan komt er een aardige toevoeging waardoor de ziel vertrekt. Dat is eigenlijk precies wat ik zei. Dat bloed, daar zit dus de ziel in, de neshama en niet het leven. Wie is die vertaling? Dit is de vertaling van Sefaria. Eigenlijk is die vertaling niet helemaal juist. Dat kan zijn, dat kan ik niet beoordelen, maar dit is wat ik zie. De vertaling is niet helemaal juist. Het gaat er juist om, kijk, hij vertaalt letterlijk Hakazah met aderlating. Maar de bedoeling is Dam Hanefesh, Dam Hachai. En als je zegt, Dat durf ik niet te zeggen. Als je zegt Damakaza, gewoon uiterlijk, is niet hetzelfde als Damagai, dan is die vertaling niet juist. Er is een toevoeging aan, die wordt beschouwd als bloed van een levend wezen. En zelfs de afstammelingen van Noach mogen het niet eten volgens Rabbeinu Hananel. Ja, maar dit bloed van een levend wezen, het is niet het gewone bloed mee bedoeld. Het is echt het verschil tussen bloed waar het leven in zit, en dat is waar dat is dus wat ja, eigenlijk, je moet kijken wat Aarschool vertaalt ook niet Hagaza met aderlating, maar met ik heb hier niet de Engelse Aarschool, maar dat zal ik voor de volgende keer even nakijken, maar volgens de gewone psat kom je veel makkelijker uit, en ik geloof ook dat de psat is, dan ga je Damakaza is hier bedoeld, Damagai, dat wil zeggen het bloed waar de levens, hoe noem je dat, sappen in zitten. Dat mag je niet gebruiken. Ik geloof ook niet dat, ik weet niet of, niet Jona mogen, het verwoord van bloed is nog niet Jona in het algemeen van belang. Wij zeggen toch bloed is toegestaan, sowieso. Dat is toch de hele verdediging van Rabbi Abahu ook op gebaseerd. De toevoeging in Sefaria, nog een keer zal herhalen, en zelfs de afstammelingen van Noach mogen het niet eten, volgens Rabbeinu Hananel of Hananel. Ja, maar dat is dus Dam Hakaza, dat is het levensbloed, het echte, ja, ik weet nog niet hoe we het vertalen. Niet aderlating is een medische zaak. Dit gaat nu echt om medisch, een bloedtransfusie. Nou, dat is omgekeerde. En ook gewoon wat bloed afnemen. Bloed afnemen, dat is toch. Nou, ik ga nog even voor de volgende keer, als je het goed vindt, achter die Hakaza, wat jij zegt, maar ik vind ook voor de normale psat, als je Hakaza vertaalt en als gewoon bloed, dus het levensbloed, dan kom je veel beter uit. Als je zegt, het is het aderlatingsbloed. Fred. En je de Noach mogen geen bloed eten, dan kom je moeilijker uit. De vertaling is moeilijk, hoor. Er zijn heel veel vertalingen van. Ik wil die meneer niet
beschuldigen. Maar ik heb heel vaak gezien vertalingen die niet goed zijn. Zen, dus, in principe, vertalen is verminken. Ja, is, zeker van die. Nee, maar ik begrijp wel dat Max daarover valt. Ja, maar, nee, ik val er niet over. Ik zie het staan. En dan denk ik van ja, ik heb al eerder gezegd, maar ik had niet doorgelezen wat je oorspronkelijk zei. Ja. Ik zie het verschil niet zo. Ik heb alleen een probleem met het, dat in principe met de interpretatie van het woord nefesh. Je kunt het dus zien als een stukje van je neshom. Maar dat heb je nergens in je lichaam, kan je dat opsporen. Dus dat zou in het bloed kunnen zijn. En aan de andere kant, de betekenis die aan nefesh gegeven wordt, in de vorm van letterlijk mensenvlees. Of toch wel je afstammelingen, want het gaat toch altijd. Mensen, als er in de Torah bijvoorbeeld wordt gesproken over de nefesh die bij bepaalde personen is. Ja, 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 ja. Maar ik vat het echt duidelijk zo op dat ik zeg even dat even met een gai is een hekes ledam, dat is niet het dam hakaza. Dus is dam hakaza ook niet aderlating bloed, want dat is ook een normaal bloed. Is dam hakaza is een sterker soort bloed. Een bloed dus waar de nefesh in zit. Dat verschil. Ja. Ik zoek het op voor je. Oké? Okay? Ja, is goed. Ja. Ben benieuwd. Maar de discussie hierover is nooit slecht. Maar de nefesh en de shom is toch iets heel anders? De nefesh en de shom is min of meer hetzelfde. De nefesh is het leven. Je mag iemand toch... Maar ik ga ook even in op die. Ik moet even nakijken. Ja, dat het eten van dat bloed. Ik ga even verder. Waar is Sarniskal? Je hebt misschien weer een moeilijkheid. Wat gaan jullie met leeft toch voort? De nefesh is toch iets wat. Nee, maar goed, hier is bedoeld. De sommer spreek je over de concrete in de sommer, niet over de abstracte in de sommer. Waar is Sarniskal? Dan komt er een moment met een volgende vraag. Bij een shorhan is dat ook een beetje moeilijk. Shorhan is kaal, weet een shor, een os die iemand 3 keer heeft gewond. Gestoken, ja, dus die moet worden gestenigd. Die worden gestenigd. De Rachamana Amar, en de Torah zegt erop, lo je achel et besaro. Lo je achel et besaro. Daarmee is dus Chizkia klaar. Loja, geef zo. Je mag geen Anara hebben. Nee, ja, zo. Maar, komt de Gemore. Want de Gemore maakt het alleen maar moeilijk steeds aan Abou. Maar deze vraag hier, zullen we zien, de interessante, die van de Soaniskal, dat is een vraag niet alleen op Rabbi Abou, maar ook op Chizkia. Want, kijk er maar aan. Betanya. De Gemore zegt hier, we hebben geleerd, Mimashma Shinema Sakori Sakela Soror, uit het feit dat er staat dat die os moet worden gestenigd, maar hij moet worden gedood, Eniodea, weet ik dan niet al daarvan, Shinevela, dat het dus niet kozen geslacht is, Unevela Asurabagila, en Nevela is verboden om te eten, ja? Met andere woorden, Shoaniskal, en die niet geslacht is, die dus gestenigd moet worden, die is een Nevela. En we weten, loopt toch nog een Nevela. Dus overbodig dus eigenlijk. Ja, ja. Uma Talmud Lomar lo yeachel et besaro. Wat betekent dan lo yeachel et besaro? Dat is allemaal nog citaat van die Mishnah. Die betekent dat im schato lachar shenigmar. En Dino, daar leeg ik iets als. Kijk, normaal had ik dat niet hoeven te vertellen. Ik weet toch dat een dier dat niet normaal kozer geslacht is, is een Nevela. Dat mag je dus niet gebruiken om te eten. Wat betekent dan hier dat woord Jeageel, meneer Chizkia? Zegt de Gemara hier, of de Mishnah, Lagar Shenigmar Dino, nadat zo'n os. Laten we zeggen, veroordeeld is door de rechtbank dat hij moet worden gestenigd, ja, dan zelfs wanneer hij voor die tijd geslacht zou worden, dan nog Asur Bisaro Bagila, dan mag het vlees niet worden gegeten. En mag je ook helemaal geen Hana'a van hebben? Verkopen of... Uiteindelijk niet, nee. Moment, wacht. Ja.
Eli Ella Bagila, denk je dus dat dat spreekt alleen maar over eten? Bahana Aminayin, hoe weet ik ook dat zo'n Sol Asur is Bahana'a, want het is Bahana'a ook Asur. Talmud Lomar, omdat er staat in diezelfde alinea, Uvala Sor Naki, en de eigenaar van de Sor Naki. En Naki betekent letterlijk vrij. En de Gemara zegt, Mai Masma, wat betekent Naki? Simon ben Zomar Omer, dat wordt verklaard door Simon ben Zomar. Adam Zomer, als iemand die zegt, Lachavero tegen zijn vriend, Yatsab Noni, hij is naakt overgebleven van zijn goederen. Yatsa ploni naki minagasaf. Hij heeft alles verloren. Ja, we een loba hem aan de aanshal kloem. Geen hanogen, niks is overgebleven. En uit die woorden, uvara sor naki, dat betekent de eigenaar van de sor, naki blijft als straf, hoe je het noemen wilt, van dat deze os moet worden gesneden, blijft hij over, zonder dat hij van die os iets heeft. Hij blijft naakt over, ook geen Hana'a. En dat leert de Gemara nota bene uit Uvala Sor Naki. Dus met andere woorden, ja, zowel volgens Rabbi Abahu, die zegt, die kan het kunnen leren van Loya Geel, en ook Giskia, die ook zegt, Loja Geel, daarvan had ik kunnen leren, het is Isobana. Zegt de Gemara een ander antwoord. Hij zegt, nee, die Sor mag je dus niet gebruiken. Hij is Nevela. En uit Loja Geel leer ik iets heel anders. Ik leer uit Loja Geel dat wanneer hij veroordeeld is om gestenigd te worden. En voordat dat gebeurd is, zeg ik hem gewoon en wil ik hem eten, is het toch verboden. Want een Sora Niskal, een os die veroordeeld is, hè, dus dat die omdat hij naar anderen heeft gedood, wat dan ook, die is Asur Bahana'a. En dat leer ik dus, waar dat leer ik dan? Niet het Loja Geel, maar het Bahana Sor Naki. Hij is vrij, hij is overgebleven, naakt, ontdaan van alle voordeeltjes die hij van die Sor mag hebben. Niks mag hij van hem hebben. Dus ook geen Hana'a. Dus met andere woorden, de Gemara die deze verklaring geeft, is moeilijk volgens zowel Giskia als Abahu. Want volgens beide had ik niet nodig gehad de pasuk Ubala Sor Naki, om uit die pasuk van de eigenaar van de Sor is naakt overgebleven, om daarvan te leren dat er dus een Isor Hana'a. Zouden beide hadden ze veel de weg van de, hoe noem je dat, de weg van de normale links, ze geen weerstand kunnen. Giskia zegt, oh, die Sor is Asur Bana'a, dat leer ik uit Loja Geel. En Abahu, die heeft altijd problemen, dus die kan zeggen, waar is Sor Naki? Maar in ieder geval, wat doet Giskia onder andere met die uitspraak, Ubala Sor Naki? Die voelt zich dus nu gepakt. Ja, ik leer dat uit Loja Geel. Waarom, meneer de, waarom, Gemara, kom jij met een hele andere want kijk, de Gemara geeft hem nog lekker een vuurtje na. Tama, de reden dat die Asur, dat die Sor Asur is, bana, dat je geen Hanade van mag hebben, de Kataf is, zoals we net gezegd hebben, omdat er staat, Ubala Shonaki, die Loja Geel, ja, als er had gestaan Loja Geel, Isura Gila Masma, dan had ik daar dus kennelijk niet uitgeleerd Isura Gila, pats op je Giskia, ja, kogeltje op Giskia, en Isura Na'a en Masma, awal Isura Na'a, lo Masma, want er niet uit. Antwoord van Mara, nee, le olam, ik kan dat niet waarmaken. Loja Geel is Isra Gila en Isra Na'am Masma. De emmers, ik doe Giskia rechtherstel. Meneer Giskia,
Je hebt gelijk, Loya Geel is voldoende, ook in Ben Shora Nischal, om eruit te leren Isura Gila en Isuana'a. Ubala Shonaki en de woorden van de Bala Shor mag geen Hana'a van hebben. Ah, dat geldt, dat is bij die Shor Nischal iets heel speciaals. Hij mag alleen niet Hana'a hebben, La Hana'at Oro. Dat is speciaal voor de huid. Waarom? De itstrich, en ik heb dat nodig. Die extra Isur Hana'a, ja, is zelfs als ik zeg Loya Gelis Isur Hana'a, heb ik een extra Isur nodig voor de huid. Waarom? Salke Datagamina, ik had kunnen denken, Loya Gel et Bissaro, er staat in de pasoek, Loya Gel et Bissaro. Ja, Bissaro, één. Bissaro, dat is Abad Oro, lo, maar de huid wel. Want huid heeft vaak een andere betekenis. Hè? Voor Nico, de koranie mochten vaak ook van offers die in zijn heel verbrand moesten worden, mochten ze de huid mochten ze hebben. Huid heeft vaak een aparte dien. En om dat verschil bij die Soraniskal ook naar voren te brengen, om de huid mag je wel gebruik van me. Daarvoor heb ik hier nodig die pasoek van Ubala Sonaki. Maar de stam, de rest van de Israëna, leer ik inderdaad ook Loya Geel en Loya Geel. En blijft alleen over de vraag op Abou. En daarom vraagt de Gemara, Ula Hanach Tanai de Mapkelele Haikerali Drasachina. Niet iedereen leert dat uit die Ubala Sonaki. Wij hebben dat, ons past het in onze kraam, om dat hier zo te leren. Maar er zijn mensen die de Ubala Sonaki voor iets heel anders leren. Dat heeft te maken met koffer, dubbele wat die moet betalen of niet betalen. Dat is een aparte limoed. In ieder geval. Die dat niet meer, Hanaat Orominale, waarvan leren die dan dat je de Hanaa van de huid niet mag hebben? En dat zegt de Gemara, dat leren ze met et Bissaro van het woordje et. Dus met andere woorden, in het kort gezegd, ik heb het hier ook weer even, zullen we eventjes zien op X2? Of in ieder geval gezegd X3. Nee, X2 en X3. Twee en drie. We hebben het alle twee nu. Vraag op